De coalitie heeft donderdagavond voor de motie van de oppositie gestemd over onderzoek naar de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs in 2012. In de motie wordt gevraagd alle stukken door te geleiden naar het Openbaar Ministerie voor een spoedonderzoek. Dit onderzoek moet geschieden in samenwerking met de Centrale Landsaccountantsdienst CLAT en andere nationale en internationale experts. De motie werd aangenomen met 34 stemmen voor en 1 tegen. Alleen Ronald Hooghart van de NDP stemde tegen. VHP-parlementariër Krishna Mathura zei tijdens haar stemmotivering dat de regering in de afgelopen 6 jaren niet in staat is geweest om alle ruis rondom het ambassadegebouw weg te nemen. We zien dat er geen transparantie is, heel veel gesjoemel. De stukken zijn nog niet, de regering kan niet volledig antwoord geven. Zelf de president praat over kruistocht tegen corruptie. Maar na 8 jaren aan de macht is de regering niet in staat 1 geval van corruptie daadwerkelijk af te handelen. Alleen maar gebluf en argumenten waarom dingen niet kunnen. Wanneer u aan de macht bent gekomen om corruptie te bestrijden, dan moet men geen argumenten zoeken. Dan moet men daadwerkelijk handelen. En daarom zeg ik, ik roep iedereen op om corruptie houdt het volk arm. Corruptie houdt die armoede in stand en daarom ga ik voor deze motie stemmen en ik roep het heel parlement op om niet te zoeken naar argumenten waarom dingen niet gedaan worden, maar daadwerkelijk op te staan en corruptie aanpak ter hand te nemen, verantwoordelijkheid te nemen. Niet huilen, niet jammeren, aanpak van corruptie. NDP-parlementariër André Misikaba gaf aan dat de coalitie meegaat met de motie. Hij benadrukte echter dat hij wel moeite heeft met de beschuldigingen van de oppositie, al zou er sprake zijn van corruptie bij de aankoop van het gebouw. Misikaba vindt dat er gewacht moet worden op het resultaat van het onderzoek. Maar tegelijkertijd zeggen we dat er in de overwegingen 2 zaken zijn en dat is de zwakte van deze oppositie, voorzitter, is dat ze nog voordat er onderzoek komt, men al conclusies trekt. En dat is ook het geval hier bij 2 van de overwegingen waar men met name het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt van allerlei dingen. We zijn daar niet eens mee, voorzitter. Maar meer nog, ik denk dat het niet goed is nadat we inderdaad een aantal jaren hiermee bezig zijn geweest en er een soort van waas is rond de kwestie van ambassade Parijs, de werkers die bezig zijn geweest. Het is niet goed dat dat blijft over hun hoofden. En daarom zeggen we dat we meegaan met die motie, zodat inderdaad de zaak onderzocht kan worden en die onduidelijkheid die er mogelijkerwijs nog bestaat, weggemaakt kan worden, voorzitter. Wij zijn voor deze motie. NDP-parlementariër André Misikaba. Hij legde uit waarom de coalitie de motie van de oppositie ondersteunt, waarin is gevraagd naar een onderzoek naar de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs.